Boys, tot 6 en de girls tot 7. Best of the rest, twee finales. Vanmiddag en Wieke Stijn de Groot, Demi Nieuwkamp, de Rick van de Schoot en Paul Nakking. Met z'n viertjes onderweg. Kom op, boven door, hè. Ah, dat is Stijn de Groot op zijn thuisbaan. Hier gelijk afstand. Kijk dan wel Demi Nieuwkamp van Leon Boer mee. Derde positie gelopen voor 106. En natuurlijk ook Paul Nakking, hartstikke goed gedaan. Hier vanmiddag een wieken. Twee finale gehaald. Flinke punten verdiend natuurlijk voor de twee klassement. Maar de Stijn de Groot in die twee finale werd. Dan krijgen we de A-finale. Ga ik dat je voorstellen. Boys, tot 6 en de goal 7. Jesse de Veer uit Nieuwland, Raf de Wolf namens Leon Door, Dani van Piel, ik zeg het namens Magenster, Koen Gerritsen namens Veldhoven, Jordi van de Heuvel namens De Nusten, Jaro Sporen namens De Deurtrappers, Romy Kerkhoff namens Nieuwland, namens Geldermans moet ik zeggen excuus, en Kiara Wagenman namens Nieuwland. Succes! Mijn heren en dames, we gaan ze hard en het is volgens mij, is het de Veer die als eerste de bocht in gaat. Jesse de Veer namens Nieuwland. Dat is van Nieuwland. Die hoort niet eens. Die grote man ligt op kop. En natuurlijk, daar gaat het. Jesse de Veer die is op kop gegaan. En dat is volgens mij Dani Fiop. Dani Fiop kan staan, zoals ik zeg. Die pakt die tweede positie. Die is mee. Of kan die zelfs nog voor een verrassing? Kan die voor een verrassing zorgen? En 109 Raf de Wolf staat de vierde. Die is mee. En kan die dan Jesse de Veer nog met de grazen nemen? Of Jesse de Veer toch weg? En daarachter dan is het op de derde positie. 807 jaar voor na de deurtrappen. Maar deurtrappen doet hij wel. Kijk maar, hij ligt zomaar heel vol op positie 3. Goede prestatie van vanmiddag. Dat is Jesse de Veer. Wint vanmiddag. Ja, hij heeft daar niet mis gespeeld, toch daar? Ja, dat is goed.